Welkom bij de eerste uitzending van Tiel aan tafel van 2018. Straks de kritische vrienden en de mensen van de RSG, Lingen College. Maar we beginnen met de Tiny Houses. Voor mij zit Ria Simons. Klopt. En u bent van Tiny Houses Tiel. Inderdaad. Eind december maakten wij een uitzending met de kritische vrienden. En daarin gingen wij van tiny houses feilloos over naar de ASO-woningen. En dat vond u niet zo prettig. En u reageerde daarop heel goed. En daarom zit u hier, om uitleg te geven over de tiny houses. Wat zijn tiny houses? Ja, dat wil ik heel graag toelichten. Tiny houses is een begrip wat uit Amerika is komen overwaaien naar Nederland. En dat heeft hier in heel korte tijd vaste voet aan de grond gekregen. Een tiny house is, wat het woord al zegt, een klein huis. Tot maximaal 50 vierkante meter vloeroppervlak. Dus als je op de begane grond zeg maar 30 vierkante meter hebt en je doet nog 10 vierkante meter verdieping erbij, dan is het samen 40 vierkante meter. Dat is dus voor wat het oppervlak betreft en het begrip tiny. Mm-hmm. En ze zijn vaak vervaardigd van ecologische materialen, dus van milieuvriendelijk materiaal, zowel de buitenwand als de isolatie, als de binnenwand, vloer, etc. Dus allemaal ecologisch. In de bouw wordt er voor gezorgd dat er eigenlijk nul restafval is, dus dat er zonder afval gebouwd wordt. Mm-hmm. Dat is allemaal met het oog op het milieu. Mm-hmm. En dat is dus het begrip tiny houses. Maar wat ik heel duidelijk wil stellen is dat het primaire, permanent bewoonde huisjes zijn, volwaardige huisjes. Dus er zit alles in. Ja, maar je hebt natuurlijk bouwbesluiten, hè, gemeentelijke. Vroeger hadden we de regels van de gemeente, dat we door de schoonheidscommissie heette dat vroeger. Er is van alles. Ja. Een normale woning moet voldoen aan een bouwbesluit. 50 vierkante meter, dat is, laten we zeggen, een woonkamer voor heel veel woningen. Klopt. En daar kun je dus met een gezin wonen. Met een gezin? Daar heb ik zelf even mijn twijfels over. Ofschoon ik mensen ken die er met z'n tweeën wonen in kleiner dan 50 vierkante meter. Mm-hmm. Maar ik zelf zou daar niet zo snel voor kiezen, laat ik het zo zeggen. Maar het kan wel. Je kunt het heel slim inrichten en dan heb je heel weinig ruimte nodig. Ja. En voor wat betreft de bouwbesluiten, die zijn inmiddels veranderd. En er komt een nieuwe woningwet aan. En daarin kan veel meer. Dus mm-hmm. daarin kunnen ook de tiny houses opgenomen worden. Mm-hmm. En de tiny houses staan vaak, niet altijd, maar vaak op wielen. En dan vallen ze al niet onder een bouwbesluit. Dus dat is ook de reden waarom veel mensen op wielen bouwen, zeg maar. Maar vindt u dat een goede ontwikkeling? Want we hebben natuurlijk met elkaar in Nederland best wel een strijd moeten leveren om heel veel woningen op wielen, mensen daaruit te moeten krijgen. Mm-hmm. Die echt verplicht toendertijd naar een vaste woning moesten. Ja. Ja. En nu komt opeens tiny house, het is groen en dan moet het op wielen. Hoe kan dat? Nee, het moet niet op wielen. Oké, maar het kan op wielen. Het kan op wielen. En er zitten verschillende filosofieën achter de tiny house beweging. Je hebt de eerste is natuurlijk welke mensen kiezen daarvoor. Dat is een hele bewuste keuze. En je rolt niet zomaar in een tiny house. Dus mensen hebben ook ideeën daarover. En dat is inderdaad groen. Veel met milieu te maken, met de bouw, maar ook met off-grid wonen bijvoorbeeld. Dus door te zeggen van, ik ben niet aangesloten, het hoeft niet, hè, je mag dat doen. Niet aangesloten op gas, water, licht, dus elektra of riool. Dat kan allemaal ondervangen worden, dus dan sta je volledig onafhankelijk. En dat is ook een stukje filosofie die erachter zit. Het geeft een gevoel van vrijheid. Mm-hmm. Plus, het is allemaal gecheckt en allemaal gecontroleerd. Er is niks, geen wildgroei of toestanden. Het is allemaal, wordt dat uitgezocht, dat er geen rommel geloosd gaat worden of wat dan ook op het oppervlaktewater en dat soort dingen. Kijk, ik probeer hier de kijker te zijn die nu naar tv zit te kijken en denkt, jeetje mina, hè, ik sta op de camping zomers. Ja. En dan heb ik ook een mooie caravan op wielen. En daar ga ik fijn mee in de zomer. Maar als ik dan weer thuis ben, dan denk ik, oh, lekker warm bij de kachel. Ja. Lekker groot huis. Het is even leuk. Maar iedereen is bang dat het toch een rommeltje wordt. Hè? Want na een tijdje, iedereen staat op zijn plek.
of het wordt verplaatst, hè, als het op wielen staat, zou je kunnen zeggen. Ja, liever niet. Dus men, ja, maar men vraagt zich dat toch af van wat is duurzaamheid is mooi, maar wat is de duurzaamheid van de woningen? Een normale woning wordt voor 30 jaar gebouwd. Voor hoe lang wordt dit gebouwd? En hoe ontstaat het met de tuinen eromheen? We zijn Hollanders, hè? We spreken ons straatjes gewoon. Ja, dat klopt. Er moet in de eerste plaats moet ik zeggen dat deze huizen gewoon dus ook echt volwaardig gebouwd worden. Hè? Dus die gaan ook 50 tot 70 jaar mee. Als jij ze goed onderhoudt, geen probleem. Mm. Kijk naar Zweden, naar de Stuga's. Die gaan meer dan 100 jaar mee. Dus dat kan hier zeker ook. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat je in een soort van wegwerpwoning gaat wonen. Want dat, dat kan niet. En het is ook niet zo dat wij van plan zijn de nieuwe stadsnomaden te worden. Wij willen graag een plek waar we kunnen staan. En voor een langere tijd. En het liefst eigenlijk permanent. Maar dat moet allemaal nog bezien worden. Maar dat is gelijkwaardig aan zoals we de woonwagenbewoners hebben gehad, toch? Nou, goed, maar dat is een vraag die wij natuurlijk mogen stellen. Ja, natuurlijk mag die gesteld worden. Maar in de eerste plaats, zoals je kan zien, is het verschil tussen een tiny house en een woonwagen natuurlijk best wel groot. Ja. Daarmee wil ik niks afdingen aan een woonwagen, daar gaat het niet om. Maar het is heel anders. Het zijn ook andere mensen die erin wonen. Het is een hele bewuste, milieubewuste keuze. Een woonwagen ziet er luxer uit als dit, maar dit is gezelliger en charmanter aan de buitenkant. Maar ja, het is wel het is geen eenheid. Hè? We poldermodel in Nederland, allemaal dezelfde huizen. Ik snap dat je sommige mensen dat niet prettig vinden, maar daar zijn we wel aan gewonnen. Ja, daar zijn we aan gewend. Ja, dat klopt. Maar dus een van de charmes van tiny house is dat iedereen zijn eigen tiny house kan laten ontwerpen. Mm-hmm. Dus je hebt zelf een hele, en dat is wat heel veel mensen over dromen. Hè? Mm-hmm. Wij werken ook samen met Woondromers, hier in Tiel, met Stefan Haaksman. Die heeft ons veel geholpen, verder geholpen met projectplannen en dergelijke. Maar waar heel veel mensen van dromen is om het zelf te bedenken. Want iedereen moet tegenwoordig in een rijtjeshuis, in een flat of in wat voor huis dan ook, wat ontworpen is door iemand anders, dan moet je inpassen. En dan moet je je invoegen. Ja. En wat dit is, andersom. Jij denkt, ik hou van koken, dus ik heb wat meer keukenruimte nodig, maar dat slapen, dat mag voor mij best wat kleiner. Mm-hmm. Snap je? Dus je kunt het zo ontwerpen dat het jou past. Het wordt jouw huis, het wordt precies jouw jasje, zal ik maar zeggen. Ja, dat is natuurlijk wel wat iedereen eigenlijk graag wil. Ja. Hè? Een stuk grond en je eigen huis erop bouwen. Hè? Zoals je dat zelf zou willen. Ja. Maar waarom kan dat nu niet met een normaal huis? Of normaal huis? En wel met een tiny house. Wat is daar het verschil in? Normaal huis is natuurlijk, wordt gewoon gebouwd volgens de normale bouwbesluiten. Ja. Een tiny house valt daar volledig buiten. Daarom weten heel veel gemeentes zich ook geen raad met het begrip tiny house, want het past nergens in. Het is een nieuwe ontwikkeling. Dus je gaat eigenlijk een beetje op de randen van de wet lopen? Ja. De wet wil ik niet zeggen, maar in ieder geval op de randen van wat bekend is en wat niet bekend is. Ja. Dus het is een beetje pionieren, zo moet je het eigenlijk zien. Mm-hmm. En mensen die daarvoor kiezen, die kiezen dus in eerste plaats om een kleine voetafdruk op aarde achter te laten. Want laten we wel wezen, dat is wel heel erg belangrijk. Kleine voetafdruk, tiny house. Ja, tiny house. Ja. Maar dus ook kiezen ze om te gaan consumeren in plaats van het consumeergedrag wat de meeste mensen op dit moment eigenlijk vertonen. Het is, als je mensen hoort praten, dan is de grootste passie is shoppen. En dan, daar word ik zelf een beetje armoedig van. Dan denk ik, oh, is dat dat? Mm. Maar we moeten juist de andere kant op. Minder spullen. Dus we moeten naar het consumminder gedrag eigenlijk. Ja. En dat, want het past sowieso niet in zo'n huisje natuurlijk. Als je iets nieuws koopt, moet er iets uit. Want anders past het er niet in. Precies. Dus je krijgt een hele andere manier van denken ook zelf. Het is een andere vorm van leven. Ja. Plus het financiële stuk is er natuurlijk ook nog. Heel veel mensen die zuchten onder een dikke vette hypotheek en kunnen hem bijna niet aflossen. Mm. Of staan onder water of wat voor soort ellende ook nog meer. En er zijn ook mensen die huren. En de huur gaat elke maand of elk jaar omhoog. Mm. En er is natuurlijk wel huurtoeslag op een gegeven moment. Maar het gaat steeds hoog. Het wordt steeds meer. Mm. Als je kijkt dat je een tiny house kunt bouwen, laten bouwen of zelf bouwen. Kijk, als je zelf bouwt en je doet heel veel, je bent een handige Harry en je kan dat. Mm. Kun je voor 10.000 euro zo'n huisje neerzetten. Ja. Als je het niet kan zelf of je denkt, dan zit je zo'n 50.000, 60.000 euro, heb je een sleutelklaar huis. Met een kachel erin, met zonnepanelen, met een composttoilet, met alles wat je nodig hebt
om te kunnen wonen. Dan heb je dus een hele kleine hypotheek of lening nodig. En verder heb je geen gas, water, licht, rioolkosten. Dus er zit vaak een financieel aspect ook nog aan. Want hoe groot is uw, zeg maar, tiny houses til? Hoeveel mensen zitten er bij u aangesloten? Nou, dat is het. Dat is heel erg leuk dat u dat vraagt. Want wij begonnen met drie mensen of twee mensen zelfs maar. En toen zijn we een community gaan vormen samen met Woondromers. En binnen 2 weken hadden we er 65. Okay. Die echt serieuze belangstelling hebben hier in Tiel. Ja. Dus het is iets wat leeft. Ja. En waar heeft u dan, heeft u iets op het oog waar u zou willen staan of wonen in Tiel? Ja hoor, we hebben van alles op het oog. Ja. Maar daar zit natuurlijk nog wel de gemeentelijke toestemming. Die moeten we eerst krijgen. Ja. We zijn dichtbij. Ja. We zijn echt dichtbij. Maar die kunt u nog niet benoemen? Ik kan niks benoemen. Oké. Ik kan van alles gaan benoemen en dan zegt de gemeente Maar nee, ik kan niks benoemen. Er is nog niks zeker. Nee. Maar we zijn erg dichtbij. Dus ik hoop en stiekem verwacht ik dit jaar ergens te mogen gaan staan. Ja, nou ja, wie weet ziet Tiel er dus over 20 jaar heel anders uit. Nou, ik hoop dat er een aantal van die plekken zijn. Dan en we volgen het op de voet. Ja, en leuk. Ik wens u heel veel succes Dank met, u wel. Met het onderwerp. En voor mij zitten bij Tiel aan tafel Tessa en Ruben van het RSG Lingen College. En dan van de vestiging Heiligestraat, als ik het goed begrepen heb. Ja. En Ruben, jij bent? Ik ben een leerling uit de brugklas, van uit de klas VA1E van de HAVO-VWO. En ik heb voor de school gekozen, omdat het dicht bij huis was en ik het wel een leuke uitstraling vond. En met de kennismakingsdag, toen dacht ik gelijk van ik moet gewoon voor deze school gaan. Wat leuk. Dus je hebt het erg naar je zin op school. Ja zeker. Ja. Iedere dag vrolijk op je fiets. Ja. En dan blij als je er weer bent, bij je vrienden. Ja. En je hebt natuurlijk ook wat meer tijd over dan 's avonds. Ja, dat klopt. Ik hoef niet zo heel erg lang te fietsen. Dus ik heb huiswerk maken en dan heb ik wel tijd over 's avonds en dan ben ik wel heel erg blij mee. Dat doe je ook echt, huiswerk maken gelijk als je thuis komt? Vaak wel. Nou, knap hoor, heel goed. En Tessa, jij bent de mentor van Ruben. Ik ben de mentor van Ruben en ik begeleid hem. Ik heb hem eigenlijk, eigenlijk maakt hij met mij de eerste kennismaking van school. En dan gaan we kijken van oké, hoe voel je hier op school? Hoe gaat het? En gaan we verder kijken hoe het gedurende het jaar gaat. En hebben we leerlingbesprekingen over de leerlingen van gaat het goed met ze? Gaat het niet goed met ze? Wat kunnen we er dan aan doen? Wat voor acties kunnen we ondernemen zodat ze wel weer gewoon lekker in hun vel zitten en op hun eigen niveau goed kunnen ontplooien. Dus. Want dat is het mooie van RSG Lingen College. Jullie hebben alle niveaus in huis. Dus, ja, klopt. Ja, zeker. Dat is natuurlijk ook vakonderwijs, toch? Ja, we zitten met 3 locaties. De Rozenstraat, praktijkonderwijs. En we hebben op de Thijssen van het Laan van basiskader tot theoretische leerweg. Dus de MAVO. Waar volgend jaar natuurlijk ook een nieuwe locatie van gaat starten. En dan hebben we nog op de Heiligestraat HAVO en VBO. Ja, dus alle kinderen op alle niveaus kunnen altijd bij jullie terecht. Ja, zeker. En dan hoeven ze niet buiten de stad ergens heen. En dat is natuurlijk heel prettig dat Tiel dat allemaal in huis heeft. Ja, klopt. Ja. En waarom moeten de kinderen nou juist, de ouders en de kinderen, kiezen voor RSG Lingen College? Wat maakt jullie bijzonder? De leraren, die staan heel erg dicht bij de, best wel bij de leerlingen. En dat is wel fijn. En iedere leraar heeft zo zijn eigen dingen. En het is gewoon een hele leuke school. Omdat het is ook gewoon sfeervol. Het is niet oud of zo. En Het is gewoon leuk. Het is gewoon zeker. Helemaal gezellig met elkaar. Ja, inderdaad. Maar ik zie je ook, jij bent vrij jong nog. Klopt. Dus ik denk dat het mentorteam is ook jong en oud, alle leeftijden. Ja, jong en oud door elkaar. En daarin hebben we natuurlijk heel veel aan elkaar. De ene docent die is die staat wat dichter bij de leeftijd van de leerlingen. Maar de andere docent die heeft al heel veel mentorklassen gehad. En die kan natuurlijk heel veel met je delen. En zo heb je heel veel aan elkaar. We hebben ook van vorig jaar een nieuwe mentormethode opgezet. Gewoon met ons team.
om te gaan kijken, oké, hoe kunnen we de leerling nou het beste begeleiden, zeg maar. Mm-hmm. Vooral het leren merken we dat dat heel lastig is voor ze. En daar hebben we echt een methode voor opgezet, waardoor we eigenlijk beter kunnen... Ze beter kunnen begeleiden daarin. Ja. En dan ook nog op allerlei richtingen. Hè? Dus jullie hebben Cambridge, technasium. Ja. In alle richtingen kunnen we dus terecht in Tiel. Tiel aan tafel. En dan is het nu weer tijd voor onze kritische vrienden. En het is de eerste kritische vrienden van 2018 met een nieuwe kritische vriend. Welkom Robert. Hallo. Fijn dat je er bent. En Rini natuurlijk aan tafel. En dit jaar wilde ik eens een keer wat anders. Dit jaar gaan we beginnen met positieve kritische vrienden. De ben je positief. Daarvan? Ja, leuk. Ja. Want wij zeggen altijd dat er van alles niet goed gaat. Hè? Wij zijn heel kritisch. Maar er gaat ook best wel heel veel goed. Vertel eens. Nou, vandaag bijvoorbeeld zag ik, er was iets heel vervelends gebeurd. Een mooi monument voor een overleden kind in de Zoelense straat. Dat was vernield. Maar dan zie je vandaag dat het opgeruimd is en dat allemaal mensen spontaan bloemen gaan leggen. Nou, dat is toch Tiel ten top. Dat is een van de dingen waar 2018 voor mij positief mee begon. Dat is dan een mooi iets. Ja, toch? Daar ben ik met je eens. Ja, maar er gaat nog veel meer heel goed, toch? Tuurlijk. We hebben een mooie stad. We hebben mooie kerstdagen achter de rug. De winkeliers hebben veel bezoekers gehad. Waar ik me over verbaas, hè, dat is dat er op internet dan, Facebook met name is dat, maar ook Twitter, dat er dan een paar mensen zijn die dingen roepen van de stad is vies en het is smerig en het is een puinhoop. Nou, als je dat zou lezen, dan denk je bijzelf, nou, het is Napels 2. En natuurlijk loopt het achteruit, als je dat vergelijkt met 5, 6 jaar geleden. Maar zo'n zootje snel ook niet in de doop. Nee, ja, kijk, dat mensen kritisch zijn, vind ik wel dat ze gelijk in hebben. Want de plastic zakken, die liggen overal. Ik heb ze vandaag nog zien liggen, dus mensen zijn ze onbeschoft. Nee, maar de balans, maar... het is moeilijk om die balans juist te vinden. Precies. Hoe zie jij dat, Robert? Ja. Nou, het is op dit moment echt heel lastig om goed nieuws te brengen. Want mensen zijn heel kritisch en er zijn heel veel opvattingen en meningen die er zijn. Nou, kijk naar het afval, de plastic zakken die aan het rondslingeren zijn. Ja, dat is natuurlijk heel gek, want is over voorlichting geweest, gecommuniceerd. Maar desondanks worden er toch op heel veel plaatsen vuilniszakken weer neergegooid. Mensen weten blijkbaar niet dat er wat veranderd is. Mm. Ik bedoel, als je in de samenleving wil meedoen, moet je ook wel opletten wat er gebeurt. En iets meer doen dan alleen maar aan de kantlijn staan en kritiek leveren. Ja, maar zijn modewoord is dan ook communicatie, hè? En dat gaat lang niet altijd even goed vanuit de overheid, de semi-overheid. Dat kan allemaal stukken beter, maar mensen mogen zelf ook opletten. Ja, communicatie is tweerichtingsverkeer, hè? Mm-hmm. Dus degene die wat te melden heeft, moet ook wel gehoord worden. Mm-hmm. En dan moet je als burger ook maar gewoon op instellen. En als je de informatie niet krijgt, dan mag je klagen, maar als de informatie er is en je mist hem dan wordt het wel lastig. En natuurlijk, we denken steeds sneller via Twitter of via Instagram of Facebook berichten de wereld in te slingeren. Dat is op zich een mooi opinierend medium. Er is natuurlijk heel veel discussie over wat is waar en wat is niet waar, wat erop staat. Aan de andere kant mag je van burgers ook wel verwachten, van inwoners verwachten, om daar kritisch naar te kijken wat er verschijnt. Ja, we hebben natuurlijk wel onze vrijheid van meningsuiting. Zeker. Dat mag nog steeds. En maar dat ik zeg wel mag altijd, ons niet afgenomen worden. Ik zeg wel altijd, daar waar de vrijheid van de een begrensd wordt door de vrijheid van meningsuiting van de ander, dan moet je toch wel zorgvuldig worden. Ja, zeker. Maar is het ook niet zo dat de kern van de samenleving is dat je... dat de burgers moeten snappen dat ze elkaar ook wel eens nodig hebben. Natuurlijk. En als je continu kritiek hebt op een ander en dat je continu bezig bent jezelf af te zonderen van iedereen, maar dat je elkaar nodig hebt, je elkaar moet verenigen als buren met elkaar. Kijk naar de buurtpreventiegroepen die er nu komen overal in de stad. Vind ik ook iets fantastisch. Dat buurten samenwerken, onder leiding van de politie vaak, om ook de criminaliteit tegen te gaan. Wat heel goed werkt. Ja, maar waar ik ook een nuance in aanbrengen hoor. Toevallig vandaag gesproken met iemand en dat gaat over een buurtpreventiegroep in Opheusden. Dat is wel dan weliswaar niet Tiel. Die zijn zeer serieus bezig. Hebben ook een financiering vanuit de middenstand. Maar gaan
bijvoorbeeld een drone aanschaffen om 's avonds rondjes te vliegen in het dorp om de zaken te checken. Zijn zelf achter potentiële boeven aangegaan, hebben ze ook klem gereden. Valt allemaal te prijzen, maar er zijn ook al wel eens een paar mensen aangepakt die dat niet horen. Waar ligt de grens? Ja, die grens moet goed aangegeven worden. En het blijft natuurlijk zo dat de politie leidend is hier in deze. Vertrouwen in de overheid mag dan best wel zijn. Maar ondersteunend werk doen en elkaar in de gaten houden is een heel iets positief. Buurpreventieteams, prima. Maar wat jij beschrijft, wat er dan in op hosten gebeurt, zou mijn stap te ver gaan. Want voor hetzelfde geld vliegen ze over je achtertuin. Ik bedoel, dat zou niet moeten gebeuren. Nee, dat gaat veel te ver. Het gaat er echt om. Ik wil het niet zeg maar radicaal maken, maar dan is de volgende stap naar mensen met een witte pinmuts. Nee, dat is onzin. Nee. Dat gaat hier in Nederland echt niet gebeuren. Vind ik echt onzin, Rini. Nee? Nee, dat gaat hier echt niet gebeuren. Wij zijn wel een samenleving waar mensen op elkaar letten, bezig zijn. Als je kijkt hoeveel mensen er meedoen aan de samenleving, als vrijwilliger, als mantelzorger, op welke manier dan ook. Ik denk dat doordat mensen zo actief zijn in onze samenleving, met veel vrijwilligers, dat er ook een zekere mate van controle, mechanisme van controle van uitgaan, dat soort excessen, er zal er nooit ontstaan. Daar ben ik van overtuigd. Ook met die buurtpreventie, daar zie je ook vaak, ik geloof dat er iets van 75% van de straat aan mee moet doen. Hè? Wil je zo'n preventieverhaal kunnen organiseren? Ja. En dan zie je mensen in een app verschijnen die je misschien nog helemaal niet kent. En zo kom je ook in contact met elkaar. Ja. Al is het maar over een app. Dus ik denk wel dat het in basis zou het best een goede... Het is een goede manier om de samenleving een beetje te bevorderen. Nou, als ik dan de woorden van burgemeester Beenhakker van Tiel weer even tevoorschijn haal van... we mogen best wel trots zijn op deze regio en op deze plaatsen. We doen bijzondere dingen. Kijk naar een appelpop, individuele personen die van alles aanpakken en daardoor boven de massa uitstijgen. Ja. Is toch zo? Ja, dat is zeker zo. Tiel heeft ontzettend veel te bieden, de regio ook. Er wordt wel eens gemopperd op wat allemaal bestuurlijk niet goed gaat, maar dat is iets anders dan wat er in de samenleving niet goed gaat. Kijk, haal die dingen wel uit elkaar. Nou, en dat is wel iets wat we hebben straks de verkiezingen voor de deur, de gemeenteraadsverkiezingen. Ik wil er ook wel zeggen dat ik wel respect heb ook weer voor de mensen die kiezen om in een raad te gaan zitten. Het zijn toch mensen die heel veel van hun vrije tijd daaraan besteden. En we hebben heel veel kritiek en dat moet ook, want we moeten alert blijven. Ja. We moeten elkaar blijven corrigeren. En dat is ook goed om te doen. Mm-hmm. Maar de mensen besteden wel heel veel tijd eraan om de stad te verbeteren. En dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. Ja, nee, dat vind ik mooie woorden en daar wil ik er nog iets aan toevoegen. Ik heb ook veel respect voor de mensen die dat kritisch blijven volgen. Absoluut. Zoals wij bijvoorbeeld. Hoe zie jij dat, Robert? Ja, zeker. Ik weet dat je heel graag kritisch kijkt naar de gemeentepolitiek. Hè? En dat je ook mensen vaak wel uitlokt om kritisch te zijn. Nou, dat lukt hem als geen ander. Ja. Daarom wel aardig om vandaag eens wat positiefs te zeggen. Precies. Nou, en daarna gaan we het anders doen weer. Zo, bij deze dan. Ja, precies. Ja. Dit was het Tiel aan tafel, de kritische vrienden. En tot de volgende keer.